noteren. Ja, deze afbeelding is gemaakt de laatste dag, vlak voor haar overlijden. Dit is de hand van mijn zus, die mijn moeder heel teder aanraakt. En haar het laatste oogcontact wat ze hebben. En ik vind dat een heel mooi afscheid. Moeder en dochter die zo dicht bij elkaar en dan langzaam weggaan. Ja, dit is mijn moeder toen ze 64 jaar was. Zo heb ik haar heel erg gekend en heel dichtbij meegemaakt. Hè? Ik woonde net niet meer thuis toen zij 64. Mijn moeder was vrij oud toen ze mij kreeg. Maar ja, goed, ze is in die paar jaar is ze niet heel erg veranderd. Maar ja, dat is wel echt mijn moeder. Margriet Luiten is fotograaf. 5 jaar geleden overleed haar moeder en Margriet legde haar sterfbed vast met de camera. De dood van haar moeder verwerkte ze tot een project over de vergankelijkheid van het leven. Dit is een portret van mijn moeder. Het is een jaar voor haar sterven gemaakt. Hier is ze nog echt in het volle leven. Ja, mijn werk gaat eigenlijk heel erg over de vergankelijkheid, over de eindigheid van het leven. Voor mij staan leven en dood staat zo dicht bij elkaar. Als er geen dood was, was er ook geen leven of andersom. Margriet, had je een goede band met je moeder? Nou, niet een echt uitzonderlijk goede band. Gewoon. Die band is eigenlijk pas ontstaan de laatste jaren van haar leven, toen ik haar zo intensief ging verzorgen. Toen werd het ook een andere band. Het bleef wel moeder en dochter, maar ik was de verzorgende, dus het is een mooie omdraaiing. Is dat. Deze komen al wat meer in het in zichzelf gekeerde, wat meer weg van de wereld. Zo langzamerhand gaat ze weg. Het is best wel moeilijk, vind ik tenminste, om van een oude dame om te laten zien wat dan die oudheid of die broosheid inhoudt. Toen ben ik gaan zoeken naar een afdrukmethode. En toen kwam ik bij een heel oud procedé. Dat is gronddruktechniek. Daardoor kan ik heel goed de broosheid, de vergankelijkheid, de eindigheid weergeven. Is het dan minder confronterend, die gronddruktechniek? Ik denk dat het een zekere directheid van de fotografie weghaalt. Ik denk dat het dat vooral is, ja. Ik was er zo dicht bij haar. Ik ben zo dicht bij die dood geweest. Zo dicht bij dat weggaan. Ja, dan zijn dit alleen maar hele mooie, dierbare momenten voor mij juist. Ik kan er op 2 manieren naar kijken, naar mijn werk. Dit is mijn werk. Als ik dan zo bezig ben, dan ga ik niet denken van, oh, dat is mijn moeder of zo. Hè? Maar als ik dan op een andere manier in die ruimte sta, vaak alleen, dan kan ik wel. Dan kom ik wel weer. Oh, ja, zo was het toen. Zo ging ze langzaam weg, ja. Deze is vlak, echt 10 minuten na het overlijden. Ik vind het echt een knakbloemetje. Ik ben zo blij dat we allemaal sterfelijk zijn. Want die dood, dat is wel de drive om te blijven leven. Die eindigheid, het feit dat het een keer ophoudt. Ik denk zelfs dat dat de motor is van al ons gedrag. Dat we
daarom de dingen doen die we doen. Wat waren de reacties van mensen toen ze deze foto zagen? Ja, heel verschillend. Mijn ervaring is als mensen goed durven te kijken, dat ze het dan heel bijzonder vinden. Maar als mensen het even zien en dan, oh nee, dat wil ik niet zien, gauw weg, dan blijven ze het eng vinden. Ja, dat is eigenlijk mijn ervaring met de dood dus ook. Van als je gewoon echt erbij bent en echt ernaar kijkt, dan is het niet eng.